Maassluis heeft het afgelopen weekend een bijzondere Furiade gevierd. Het festival draait om dit schip, de Fury, dat inmiddels 100 jaar bestaat. In 1980 werd de zeesleper van de sloophamer gered en opgeknapt door vrijwilligers. Sindsdien wordt ieder jaar het tweedaags feest gevierd. Spectaculair was de demonstratie van een flyboarder in de binnenhaven. Bij schemering werden historische films vertoond van de 100-jarige stoomsleper. Veel ouders en kinderen liepen mee in de lampionnenoptocht. Maassluis zag er met de vele lichtjes sprookjesachtig uit.